Vandaag begint project Luigi's Mansion. Hij komt in mijn huis! Noobcraft. What up YouTube? Welkom bij de grootste Minecraft noob van YouTube. Ik heb nu precies een half uurtje Minecraft gespeeld. En dat kan je terugzien in aflevering 1. En ik vroeg aan jullie, wat moet ik nu gaan doen? En tot mijn grote spijt zeiden jullie dat ik weg moet uit mijn dorp. Dit is echt heel naar. Ik wil helemaal niet weg uit mijn dorp. Ik neem in ieder geval mijn crafting table mee uit mijn dorp. Zo, hoppakee. Die heb ik nodig. Dag, dorpsbewoners. Waarom is hier nog een spin? Het is overdag. Waarom is hier een spin? Het is overdag. Ga weg, spin. Hey, dag Hans. Dag Frederik. En dag Frits. Ik ga er vandoor. Ik bedank jullie voor jullie zwaard. Super bedankt. Maar het is nu klaar. Ik moet weg van mijn YouTube-kijkers. Anders breng ik jullie in gevaar. En dan komen ze jullie koeien opeten. Dus, dag. Doei, denk ik. Nou, let's go. Dag. Dag, paardje. Doei. Dag, hoop stront. Dag. Ik ga je niet eten. Lijkt me niet zo lekker. Oké, let's go. We gaan de wijde wereld in. Wat is dit? Ik moest van jullie niet met mijn zwaard slaan, want dan gaat mijn zwaard dus kapot. Ik heb iets gepakt, maar ik weet niet wat. Maar het is wel iets. Het ziet er goed uit. Ik weet niet wat het is. Zijn het pompoenen of zo? Zijn het vierkante pompoenen? Kan ik het eten? Als ik het kan eten, ben ik blij. Dan vind ik het helemaal dikke top. Ik wil eens eventjes hier naartoe. Want ik wil even planken maken. Ik heb hier eikenhout. Dat kan hier. En daar kan je dan eikenhout planken van maken. En dat kan je dan weer uithalen. Oké, top. Oh, kijk. Ja, ik heb nu 12 blokjes. Ja, jongens. We hebben 12 blokjes. Dat betekent dat ik al bijna zelf een huis kan maken. Want dat is de missie van vandaag. Vandaag begint project Luigi's Mansion. Want we gaan een eigen huis bouwen. En we hebben natuurlijk gewoon een Luigi skin. Ook al heten we Koos. Ik vind dit een heel mooi veldje voor een huis. Een eigen huis. Een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van mij houden kon. Ik heb geleerd. Eerst fundering neerzetten. Bam. Bam. Ja, dit wordt een sick huis, jongen. Dit wordt een sick, sick huis. Even kijken dan. Denk ik, moet het hier? Hier. Ja, dan hebben we vierkant huis. Hoppa. Een huisje maken, jongen. Van verschillende soorten hout, denk ik. Koos, ga eens eventjes wat hout pakken, jongen. Hak eens even een boompje om. Hoppa. Ik ben benieuwd of we vandaag nog dinosaurussen tegenkomen. Kan ik hier opspringen? Kan ik zo op... Nee, ook niet. Zo, zo. Op de boom. Op de boom. Van bovenaf. Heb ik ook geleerd van jullie. Jullie worden heel erg getriggerd als ik een boom half laat staan, toch? Dus speciaal voor jullie ga ik op deze manier nu boom hakken. Zijn jullie al trots op mij? Zien jullie al dat het ProCraft begint te worden? Noobcraft wordt nu al ProCraft, jongen. Want ik kan in aflevering 2 gewoon al keihard normaal een boom hakken. Wie kan dat, jongen? Ik moet alleen wel pickaxe hebben. Ik moet een bel hebben. Ik denk dat we dat wel kunnen stellen, jongens. En daar heb je stokjes voor nodig, toch? Maar eerst, ja, ik weet niet, man. Moet eerst het huis neerzetten. Want we willen niet met de creepertje piepertjes vechten. Daar heb ik geen zin in. Ik wil niet met creepertjes piepertjes vechten. Pak dit. Ja. En dan dit blokje terug. Ja. Kijk, ik leer het al, jongen. Niks aan de hand. Kijk, de kippen, die komen al graag naar mij toe. Zie je? Alle chickies willen al hier chillen, man. Geen probleem. Kom chillen, chickies. Kom maar, dan moeten we weer naar de inventaris. Lekker in Nederlands, jongens. Ik heb nog meer planken. Oh, kijk, ik heb ook stokjes. Nice, ik heb al stokjes, man. Ik zou volgens mij al wapen kunnen maken, toch? Kijk, maak planken, jongen. Ik maak kapot veel planken. Lekker. Oké, dan moet ik ze alleen nog even pakken. Volgens mij had ik net van die eikenhouten plank, toch? Bam, eikenhouten planken, vriend. Hier. Bouw een huis. Ik moet alleen nog even weten hoe ik een deur erin doe. Oh, en ramen. Wacht, ik moet ook nog ramen. Is dit een raam? Ja, dit is een raam. En dit is een plekje voor een raam. Ja, ik vind mooi. Ik vind mooi. Zo, hoppakee. Twee ramen erin. Bam. 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 Bam, bam. Nog sneller. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Kijk hoe snel ik bouw, vriend. Oh, wacht, maar ik wil overal ramen. Dat is lekker, man, ramen. Hier raam, daar de raam. Oh, dit gaat helemaal goed komen, jongen. Wij maken huizen, jongen. Even kijken, hoor. Tegenover, ja, tegenover een raam. Dus daar moet eentje, dan zo twee. Pap, pap. Pap, pap. Oh, op.
Shit, ik heb meer hout nodig. Hout! Geef me hout! Sloop de boom. Oh, ik laat weer een stukje staan straks, hè, jongens. Je kan wel hoog slaan trouwens, Koos. Dat doe je goed. Oh, shit. Jongens, het begint te regenen. Ik denk dat ik deze bomen even een beetje... Oké, we hebben hier zwevende takjes, ja? Oké, jullie moeten het even van me accepteren. Want anders gaat het niet goed komen. Ik moet wel eventjes mijn huis bouwen. Anders komen de creepertjes piepertjes. En dan hebben we een probleem. Dit zijn andere planken. Ik wil niet deze. Ik wil wel mooi. Tempo. Eikenhouten planken. Ja. Bam. 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 Ik ga hier gewoon even één. Ja, zo. En dan moet daar een deur komen. Oh, kan nog precies, denk ik. Deze moet even weg, want hier komt nog een raampie. Zet de crafting table maar neer. Ja, jongen, ik heb geleerd. Met crafting table kan je dingen mee maken, hè? Plaatsen. Hoppakee. Gebruiken. Ik moet een deur hebben, jongens. Jongens, ik moet heel snel een deur, anders gaat het niet goed komen. Oh, hier. Deur. Nee, schild. Ah! Hier, eikendeur. Hoe? Oh, daar heb ik gewoon heel veel planken voor nodig. Ik leer het al, jongen. Ik leer het sowieso. Oh, shit, het is nacht. Oh, shit, het is nacht, jongens. Nee! De creepertjes piepertjes komen. Nee. Nee. Nee, nee. Oh, jongens. Niet nu al. Niet nu al. Oh, nog meer creepertjes piepertjes. Waarom zijn er zoveel creepertjes piepertjes, jongen? Ga weg. Oh, hier staan ook... Nee, man. Dit zijn er toch... Ik ben in zombieland, jongens. Dit is The Walking Dead. Ah, dorp, ik kom nog even terug. Eén nachtje. Ik wil nog één nachtje bij jullie chillen. Laat me nog één nachtje bij jullie slapen. Alsjeblieft. Dan kan ik morgen weer verder met mijn huis. Ja? Oké. Oké. Frederik, Frits, ik kom eraan. Waarom staan jullie allemaal in de stal? Guys, jullie moeten slapen. Waarom staan jullie in de stal? Ik snap. Ja, ga slapen. Het regent, man. Wat doen jullie daar? Oké, ik ga wel even slapen, man. Ik wil nu niet dood. Ik kan nog niet dood. Ik ben net bezig met een huis bouwen, man. Laat me slapen. Zo, hoppakee. Is het nu weer morgen? Nu is het weer morgen, hè? Yes. Alle creepertjes piepertjes zijn weg. Oké, waar waren we? Oké, waar was ons huis ook weer? Daar, toch? Volgens mij was mijn huis hier. Ja, kijk daar, jongen. Mijn dikke mansion. Waarom staat daar weer iemand in de fik? Hallo? Waarom burn jij? Was dat dorpsbewoner? Daar ook! Het zijn brandende zombies, jongen. Dit is niet oké. Dit is niet oké. Ik dacht dat dit een kindvriendelijk spel was, jongens. Maar iedereen staat in de fik. Hoe dan? Het is niet oké, hoor. Oké, ik moet om me heen kijken. Ik hoor iets. Oké, ik dacht dat ik creepertje piepertje hoorde, maar het was geen creepertje piepertje. Oh, dit is een grote boom, jongen. Hier zijn materials. Dat is niet normaal. Hoppa. Maar ik moet erin klimmen, hè? Anders worden jullie boos op mij. Ah, dat komt later wel een keer, joh. Ik moet eerst even gewoon nu echt mijn huis. Ik wil mijn eigen huis, vriend. Ken je dat? Op een gegeven moment ben je gewoon oud genoeg. Dan wil je gewoon op jezelf. Dan wil je niet meer bij je ouders wonen. Dan wil je niet meer bij je dorpsbewoners wonen. En dan wil je gewoon zelf gewoon een eigen huis hebben. Ik hoor iets. Wat? Waarom staat iedereen in de fik in dit spel, man? Ik denk wel dat we nu best wel veel hout hebben. Wat is dat? Dat is een appel? Oh, nice. Dit is een appelboom. Kijk, ik probeer het zo goed mogelijk op te ruimen voor jullie allemaal, hè? Anders worden jullie allemaal boos. Maar ik vind mijn huis belangrijker dan mijn OCD-gevoel. Hallo? Oh, dat is een koe. Oké, deze koe moet een naam hebben, jongens. Koekoe. Ik noem jou koekoe, ja? Oké, koekoe. Misschien ga ik je ooit nog een keer slachten als ik honger heb. Arme koekoe. Hoppakee, broodjes eten. Dan moeten we nu gaan craften. Ik ging een deur maken, toch, jongens? Bam, eikendeur. Hoppa. Oeh, kan ook valluiken maken. Dat is nice. En ramen dan? Of zijn ramen gewoon open altijd? Ik vind het helemaal nice, jongen. Kijk dan. Ik heb gewoon mijn eerste deur gemaakt, jongen. Bam, huis. Dit wordt een huis, vriend. Het is wel een beetje klein huis, maar... Misschien kan ik nog een tweede etage maken. Misschien moeten we nog een trap. Hier, eikenhouten trap. Bam. Het is wel een beetje gek, alleen dat je dan midden in het huis al gelijk naar boven kan. Hier, trappetje. Trappetje. Zo, kunnen we in ieder geval naar boven? Geen idee wat ik hier ga doen. Gaan we hier verder met de trap? Ah, dit komt wel goed, jongen. Plaatsen. En dan trap. Plaatsen. Kijk. We krijgen wel een mooier huisje, jongen. Dan gaan we... Kijk, dan kunnen we zo een bovenverdieping straks maken. Ja, jongen. Ja. Dit huis wordt te gek, man. Oh, mijn planken gaan wel snel op, jongens. Ik heb meer planken nodig. Dan moet ik nu even een bel maken of zo. Dat moest met sticks, toch? Dat moest met een sticky. Ik heb even opgestopt. 2 sticks en 3 planken. Helemaal allemaal leuk, maar hoe pak je minder dan? Oh, wacht! Huh? Op een of andere manier... Heb ik nu een knop ingedrukt waardoor ik dus een houten bel kan fixen en een houten pikhouw wil en een houten spade. Nou, geef maar. Oh, dit is nice. Kijk, hoppa.
achievement, jongen. Hoe kan ik... Ik kan toch geen gouden appel maken? Ik wou zeggen, dat kan ik nog niet maken, joh. Ik heb nog geen goud. Jongens, ik heb ook een bed nodig, hè. Ik moet wel slapen. Hoe maak ik een bed? Hier staan allemaal bedden, maar dat zijn bepaalde kleurbedden. Ik wil gewoon een normaal bed hebben. Hij komt in mijn huis. Auw! Nee! Nee! Gast, ik was net zo'n freaking mooi huis aan het bouwen. Wat doe je nou? Waarom? Waarom doe je dit? Vriend. Oh my gosh, hij komt gewoon in mijn huis. Het kan echt niet. Kijk, mijn huis is helemaal kapot. Ik hoor meer. Ik hoor weer enemies. Oh, dus zit ik zo'n mooi huis te bouwen. Mijn crafting table is ook gewoon gelijk weg. Misschien wil ik toch geen ramen, jongens. Of misschien moet ik mijn ramen iets hoger maken. Ongelooflijk, man. Oh. Freaking creepertjes piepertjes, jongens. Ik heb nu al last van je, maar gelukkig ben ik zelf niet ontploft. Ik ga mijn huis nog beter maken, maar ik weet even... Wat is dat? Dat is een pijl en boog, dude. Hé, maar die gasten zijn gevaarlijk, man. Ik ga denk ik nog een nachtje bij mijn buren slapen, jongens. Ik ga nog een nachtje bij mijn buren slapen. Freaking creepertje piepertje, jongen. Ho, ho, ho. Te veel enemies. Ren. Ren, vriend. Ren. Oh, iemand schiet op mij. Ik hoorde hem, jongen. Ik hoorde hem schieten. Freaking pijlen en boog, zombie, skull en bone skelet. Laat me met rust. Laat me slapen. Kan je de deur openmaken? Oh, gelukkig. Oh, ik dacht even dat ze de deur van mij op slot hadden gedaan dat ik hier niet meer naar binnen mocht. Je kunt niet rusten. Er zijn monsters in de buurt. Nee. Niks. Laat me rusten. Oké, goed zo. Dag 3 van het eigen huisproject, jongens. Kijk, daar staat de dinosaurus. Check aflevering 1 als je niet weet waar ik het over heb. Dit zijn gewoon dinosaurussen die continu stilstaan. Ik ben wel blij dat hier gewoon lekker veel pompoentjes staan. Dan kunnen we in ieder geval gewoon een beetje eten. Het is in ieder geval een aardige voedingsbron voor ons. Ah, ik baal wel echt, jongen, dat die freaking creepertje piepertjes mijn huis hebben gesloopt. Oké, daar is nog een pijl en booggas. Waarom zijn er nu nog steeds van die guys, jongen? Het is al lang licht. Ga weg. Hallo, varken. Oké, ik ga even boompje hakken, jongens. Kijk, dat gaat al wat sneller, hè? Ja, ik ben wel blij dat ik nu die bel heb gepakt. Dat gaat toch wel iets sneller dan gewoon met de blote handen. Oh, kijk, dit gaat wel snel. Zal ik gewoon voor jullie OCD deze hele boom even weghalen? Zo. Alle blaadjes weg. Ik ben niet echt vriend van de natuur. Daar ben ik wel achter gekomen. Oh, huh? Mijn bel is kapot. Nu al? Ik heb 1 boom gehakt. Waarom gaat dat zo snel? Nou, dat vind ik flauw. Volgens mij had ik die bladeren gewoon met mijn handen moeten doen en niet met mijn bel. Ik denk wel, jongens, dat ik een oven nodig heb. Wat denken jullie? In ieder geval wordt dit nu 3 hoog. Want ik wil niet nog een keer creepertjes piepertjes hebben, jongens. Top, 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 top. Alleen nu hebben we dus een probleem. Want mijn trap loopt tot daar. Mijn trap zit in de muur. Dat is niet handig, hè? Mijn trap moet in het huis. Mijn trap moet hier beginnen. En dan moet hier ook een trap komen. Alleen heb ik nu weer geen blokken. Oh, dit duurt al lang allemaal, jongens. Ja, dit wordt een mooi huisje toch, hoor? Ik vind het toch wel een mooi huisje. Nu is het te hopen dat de creepertjes piepertjes allemaal het even een beetje met rust laten. En dan gaan we hier een trappetje maken. Dan komen hier nog wat blokjes. Zo. Komt hier een trap. En ja... Dan komt hier nog een trede straks. En dan wordt straks de tweede verdieping. Oh, nice hoor. Ja, dit wordt wel wat. Alleen een beetje jammer dat mijn vloer nu gewoon weg is, hè. Zet de werkbank nu maar even hier neer. Zo, kan dat op zich wel aan als mijn vloer een andere kleur heeft. Dat zou ik op zich wel kunnen handelen, denk ik. Een berkenhouten vloer. Even een nieuwe vloer maken, jongens. Want freaking creepers slopen helemaal mijn freaking huis, joh. Maar ik vind het een mooi huis. Begint erop te lijken. Met een trap erin, alles. Alleen geen ramen, want ik ben nog niet achter hoe ik ramen moet doen. Die creepers, die kwamen gewoon keihard binnen door mijn raam, jongen. Oké, we gaan weer wat eikenhouten planken maken. Dan kunnen we weer verder bouwen aan het huis. Want we krijgen nu etage 2. Kijk. Ik vind serieus dat ik best wel snel dit geleerd heb. Als ik goed bouw. Want ik moet wel even goed blijven bouwen. Want ik heb hier... dit blok, dit moet hier niet zijn. Oh nee, het moet een etage hoger. Of dit blok moet even weg. We halen gewoon dit blok weg. Daar hebben we gewoon geen vloer. Prima. Daar hebben we geen vloer. Helemaal goed. Bam, 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 bam. Alleen nu zijn dus weer mijn blokken op. Dit gaat echt super snel. Ik moet echt elke keer even meer blokken halen, denk ik. Maar het begint erop te lijken dat dit goed gaat komen. Het begint al een aardig huisje te worden, jongens. Kijk eens. Project Eigen Huis is aan het slagen. En dan durf ik daarboven op zich wel ramen te maken, denk ik. Kijk, we hebben hier zelfs een schuilkelder voor als de zombies komen. En we weten echt niet meer waar we naartoe moeten. Dan kunnen we altijd nog hier in de schuilkelder. Maar dit ziet er goed uit. Ik ben wel een beetje door mijn broodjes heen. Nog eventjes wat broodjes eten.
Hoppa, nom nom nom. En dan zijn mijn broodjes op. Dus wat ik eigenlijk van jullie wil weten is, hoe krijg ik meer eten? Want mijn eten is bijna op. Volgens mij moet ik een oven maken. Maar hoe maak ik dan een oven? En gewoon tips voor mijn huis, man. Help me bij mijn huis bouwen. Kijk, we hebben natuurlijk een Luigi skin. Onze character heet Koos, maar we hebben een Luigi skin. Hoe vet zou het zijn als we hier een soort van Luigi's Mansion huis van kunnen maken? Dat zou toch epic zijn? Een of ander spookhuis. Dat wil ik. Ik vind deze video al minder noobie dan de vorige video. Ondanks dat ik nog steeds de grootste Minecraft noob ben op heel YouTube. Doe even een blauw duimpje omhoog als je geniet van deze serie. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon, Nintendo, Noobcraft video's. En wil je me live zien gamen? Volg me dan zeker even op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!